Hallo Sasse Donk, wij zijn hier in Sneek voor het carnavalsfeestje van de Oeletoeters en laten we er veel plezier van maken. Was dat goed? Nou, beste Sasse Donkers, met de kop in de zon en we zitten ver weg van huis. Gert, die had ik als chauffeur mee en die zegt van, Kale, ik weet de weg, we rijden naar Sneek. Kom je bij de hooischuur, de vorige feest, de feest waar het feest werd gehouden van een Oeletoeters. Geen mensen zien, hè? Gert, volgens mij is het niet goed hier. Dus we gaan naar binnen en die beste man zegt van, carnaval. Nou, jammer dan, ze zijn hier niet. Dus we keken elkaar aan en ik heb die man even aangesproken van, waar zitten ze dan? Ja, het Convenant in Sneek, vlakbij de tankstation. Dus Google Maps hier erbij, in de auto. Gert, die heb ik helemaal, laat maar zitten. Gert, we zijn er. Herman, achter de camera. En we zijn op de receptie van Prins Carlo met de adjudanten Max en Dennis. Nou ja, het is mooi weer. Vorige week was het ook voortreffelijk weer. De temperatuur is goed. En ik stel voor om even binnen te gaan kijken of er al feestgangers aanwezig zijn. Zijn er bussen aanwezig, Herman? Of, Er zijn al twee bussen gearriveerd. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe Zwolle gepresenteerd is. En dan gaan we eens even binnen kijken. Kom maar op. Kijk. Hij is net gehouden van. €10. 10 euro. Ik ben die tenten. Wat ben je kwijt? Nou, ik wil jouw tenten niet. We leggen allemaal 10 euro in, alsjeblieft. Goeie reis, schat. Zeker. Nee. Kutbus. Dat is mooi. Dat is warm. Dat is wel een beetje warm. Weet je al. Hier. We gaan ervoor, hè, weer. We hebben het gevonden. Ja, eindelijk. Je gaat nooit. Nee. Je gaat nooit. Eens gaan we, maar dat laten we nog heel lang op zich wachten. Even goed. Gertje rijdt, hè? Ja, Gertje rijdt. En wat denk je? Nou? Andere locatie, hè? Ja, jammer. Gertje, toch volgende keer even opletten wat het is, hè? Even een statement. Ja, heel jammer. Maar hij heeft wel een heel goed statement gemaakt. En mooi dat jullie er zijn, hè? We zijn er. Hey, doe je best. Maak er een mooie promo van. Dank je wel. Hallo allemaal! Hallo! Ja. Hoe is het? Oh jee! Frans Carlo in de hand. Hoe gaat het? Het gaat beter. Ja. Dan nemen jullie mee. Dan nemen jullie mee. Zeker, heel goed. Hoe zien we dan, man? Heel goed. Het is gisteravond. Daar valt niet zo. Nee, gaat ook heel goed. Oké, heel goed. Heel goed. Geen hoofdpijn. Net wat van. We zijn dus een Snies. En we konden onze verrassing, kom deze mensen tegen. Ja, je komt ons gewoon overal weer tegen, hè? En ja. jullie zijn? Ja, we zijn TCV De Gummiganzen, de eerste Twentse carnavalsvereniging. Wie had de dag gedacht? Ja. En dan hier in Sneek? Ja, en hier in Sneek, hè. Ja, we zijn al verschillende partijen zijn we geweest. We zijn in Amersfoort geweest, we zijn in Brabant al geweest. Duitsland zijn we al geweest. Dus we gaan eigenlijk niet alleen in Twente zijn we bezig, maar we gaan eigenlijk over ver. Dus we blijven niet alleen in Twente, maar we gaan ook naar buiten. Oké, nou, waar zijn we nou in Sneek? En dan kom ik deze drie heren tegen. En de heren komen uit Utrecht. En ik zal je eerlijk zeggen, ik ben geboren in Utrecht. Maar dan wil ik even, daar gaan we verder maar op in. Maar hoe komen jullie in hemelsnaam in Sneek terecht?
Dat kan ik u vertellen. Wij zijn geen carnavalsgroep. Wij zijn Kleintje Carnaval. Sinds 2009 organiseren wij één keer per jaar een feestmiddag. En via internet hebben wij contact gelegd met de Oelentoeters. Gastvrij ontvangen. Zijn al 3 keer bij ons geweest. Dus wij verplichten ons om ook bij hun feest aanwezig te zijn. En dan leggen wij weer contacten met verenigingen die we nog niet kennen. En die dan in november weer bij ons komen. Ja, en die zijn hier genoeg. We zijn genoeg verenigingen. Zijn er genoeg van het. Zeker, zeker. Jullie kennen Sassendonk? Ja, Zwolle, hè? Aan de woord van Zwolle. Ja. Oké. We hebben contact met de IJleuvers. En vroeger Sassmus. Vroeger toen ik kom uit de carnavalswereld. Ik zit 55 jaar dit jaar in de carnavalswereld. Kwam mijn vereniging, die niet meer bestaat, kwam al bij de IJleuvers. Ja, oké. Okay. De fan, komen jullie al contact mee? De fan? Fan, we hebben dit jaar het contact verbroken. Oké. Wij zijn geen vereniging, zeg ik u heel eerlijk. En dan moest je contributie betalen voor een vereniging. Wij zijn geen vereniging. Okay. Wij zijn lid. Ik ben de regelaar. En dit zijn mijn 2 maten die me helpen. Ja. En daar konden we niet over praten. Dus ze zijn echte maten? Echte maatjes. Ja, echte maatjes. Ja. Ja. Maar een paar maanden mag in het jaar hoor. Ook, in de carnavalswereld zijn we maatjes. En de rest van het jaar zien we elkaar niet meer. Nee, nooit, nee. Oké, waar zijn we nou in Sneek? En dan kom ik deze 3 heren tegen. En die heren komen uit Utrecht. En ik zal je eerlijk zeggen, ik ben geboren in Utrecht. Maar dan wil ik even, we gaan verder maar op in. Maar hoe komen jullie in hemelsnaam in Sneek terecht? Dat kan ik u vertellen. Wij zijn geen carnavalsgroep, wij zijn Kleintje Carnaval. Sinds 2009 organiseren wij 1 keer per jaar een feestmiddag. En via internet hebben wij contact gelegd met de Oelentoeters. Gastvrij ontvangen zijn al 3 keer bij ons geweest. Dus wij verplichten ons om ook bij hun feest aanwezig te zijn. En dan leggen wij weer contacten met verenigingen die we nog niet kennen. En die dan in november weer bij ons komen. Ja, en die zijn hier genoeg. We zijn genoeg verenigingen. Zijn er genoeg van het. Zeker, zeker. Jullie kennen Sassendonk? Ja, Zwolle, hè? Aan de woord van Zwolle. Ja, oké. We hebben contact met de IJleuvers. En vroeger Sassmus. Vroeger toen ik kom uit de carnavalswereld. Ik zit 55 jaar dit jaar in de carnavalswereld. Kwam mijn vereniging, die niet meer bestaat, kwam al bij de IJleuvers. Ja, even, En leuk dat jullie voor de camera willen komen. Zeker. En we willen als aandenkje graag een jaarmedaille om je nek hangen. Nou, wat wil je nog meer? Hallo. Ik zou zeggen, 3 november. 3 november. Kom gezellig naar Amersfoort, Kleintje Carnaval. Kleintje Carnaval. En even mijn in Amersfoort. Het staat niet op. Dus we gaan het weer even trekken naar de agenda en we gaan altijd even kijken. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Als de mogelijkheid aanwezig is om eventueel. In ieder geval, dank voor je uitnodiging. Graag gedaan. En dankjewel voor de medaille. De onderscheiding, zeggen we meestal. Ja, maar, ja. Zo, dat was het dan weer. Ik ga lekker goed, hè? Beste kijkers, kijk van de hoogheid. En deze van de mensen uit Utrecht. We hadden nog meer mensen gezien. Nieuwe mensen uit Twente. Ja. Het was echt een leuke middag. Ik wil jullie danken voor het kijken. Wij gaan weer richting Zwolle. En volgende week weer een nieuwe uitdaging. Nieuwe recepties. De laatste trouwens, want de weekend erop is het grote carnaval. Tot in Sassendonk. En wie weet, tot gauw.